Het was vrijdag en iedereen zat voor de buis. En voor de, toen... voor de voice? Ja, ook. En toen kwam die envelop en toen zei Mies Bouwman dit. De winnaar? Zo leuk, zo leuk. De winnaar is met 37% van de stemmen Voetbal International. Dames en heren, hier zijn ze, de winnaars van de Televisiering 2011. Johan Derksen en Wilfred Gené. Ja, hier zit Johan. Hallo. Wat wil je mij hebben? Ja, op je eigen plek. Is dit hem, hè? Dit is hem, dit is hem, ja. Laat zien. Laten we maar gelijk zien aan het publiek. Want heb je hem al omgehad ook of niet? Ja, maar je krijgt hem bijna niet meer af. Wil je hem even doen ook? Even zien hoe het is. Maar eigenlijk moet Jo hem ook even om hebben, want Jo wilde echt niks mee te maken hebben. Heb je hem ook, dus... heb je hem nog niet gepast, Johan? Ik heb hem even vastgehouden, maar ik vind hem zo aardslelijk. Dankjewel. Dankjewel. Het is je smaak. Ik vind hem wel mooi. Voor een vrouw is hij prachtig, hoor. Voor mij. Maar ik begrijp dat hij bij jou niet bij... Ik hoorde dat jij nog een hele lange nacht hebt meegemaakt met karaoke en zo. Ja. We hebben beelden van, laten we zo zien. Dankjewel. Ja, goed. Johan, jij bent naar huis gegaan gelijk? Ik ben nog 5 minuten blijven hangen. En toen ben ik naar huis gegaan, want ik moet op zaterdagochtend weer een radioprogramma doen. En ik ben niet zo'n feestnummer. Nou, ik kan altijd wel lekker met je lachen, moet ik eerlijk zeggen. Jawel, maar niet van die georganiseerde feesten, maar nu gaan we gezellig doen. Ik ben niet voor bruiloften en partijen. Heb jij niet de volgende ochtend op de radio iets gezegd hierover? Of ben je meteen over de... Nee, er stond bij Rijnmond in de parkeergarage een camerateam te wachten. Daar heb ik wat geroepen, ja. Maar liever niet? Ja, nee, maar ik vind het geen enkel probleem om tegen een camerateam wat te roepen of hier te gaan zitten. Maar ik ga niet naar zo'n wanstaltig circus in Carré. Nee. Nou, ik vond wel dat je een prachtig pak aan had afgelopen vrijdag. Dat was wel bijgelegen. Nou, dat was een beetje om te provoceren. Oh, was dat om te provoceren? Ja. Nee, ze zouden allemaal in smoking komen. Maar ik had ooit een jasje gekregen van de directeur van 538 van Gras. En ik had ooit op Sinterklaas de lelijkste stropdas gekregen die er bestaat. En die had ik aangetrokken. Dus dat was mijn feest. En je kwam thuis? Wat werd er thuis gezegd? Nou, thuis had in de auto, want thuis was met een vriendin weg. En die had in de auto bij de Radio Nieuwsdienst om 11 uur gehoord dat ik die ring gewonnen had. Maar dus, je vriendin? Hè? Je hebt het altijd over je vrouw, maar je vriendin zeg je nou? Wat is dat? Mijn vriendin, nee, die was met een vriendin. Oh, met een vriendin? Oh nee, ik dacht dat je vriendin... Ik ben er wel mee getrouwd, ja. Nee, maar voor alle duidelijkheid, Wilfred en Johan zijn geen stijl. Nee. Wij zijn niet de vrouw Antjes van de voetballerij. Maar die had het in de auto gehoord? Die had het in de auto gehoord, dus die was even opgebleven voor het heugelijke feit. Maar eerlijk gezegd, bij mij thuis volgen ze dat gedoe van mij op tv niet... Want ze wil nog wel eens met ziekelijke, hatelijke ondertoon zeggen... als ik jou wil zien, dan zet ik de tv wel aan, want ik ben nooit thuis. Mm. Maar het is niet zo dat ze bij mij op het puntje van de bank zitten... als papa zit te oreren op de tv. Mm. Nee. Wat zei je nou steeds? Toetertjes, toen je had gewonnen? Ja, ik had toetertjes meegebracht. Ja? En die had ik uitgedeeld aan Jan Boskamp, aan Aad Mos en ook aan Johan. Ja. En ik heb vlak voor de uitreiking nog gevraagd of ze even het toetertje wilden testen. Waarop Johan zei, je gaat toch niet 2 volwassen mannen van mijn leeftijd... proberen een roltoetertje op de Nederlandse televisie te laten blazen? Dat hebben ze niet gedaan, dus ik stond in mijn eentje te blazen. Nou, het was heel grappig, want als je het dan hebt... wat waren de beroemde eerste woorden van Wilfred Gené? Ja. Toetertjes. Toetertjes. Maar ik moet even wat zeggen. Wilfred, er is een tijd geweest bij RTL... dat dat programma zou er wel of niet komen. Dat zou er niet komen. Nee. Er was geen sponsor, er was geen decor... Er was eigenlijk helemaal niets. Nee. En jij hebt ervoor gezorgd, samen met Johan, om het decor van Barend en van Dorp om te zagen tot wat het nu is. Ja. He, en dat is nu de set die daar nu staat. Jij hebt zelf die sponsor erin gehaald. Je hebt nu Johan natuurlijk ook. En niet vergeten Arthur Zuiderwijk. Die heeft ook ontzettend zijn best gedaan. Die werkte bij iWorks. Ja. Maar het was in die tijd zo dat men zei, we stoppen ermee praten over voetbal. Bestaat niet meer. Geloven wij niet meer in. Voetbal is eigenlijk voor ons niet meer belangrijk. Dan moet het gevoel wat je dan nu hebt, dat je dan die prijs wint... Deze, ja. Ja, dat moet eigenlijk onbeschrijfelijk zijn. Want het is jouw kind samen met Johan.
Nou, het is wel een vorm van genoegdoening. Daar hebben wij nooit zoveel last van gehad in die zin. Dat we hadden zoiets, nou ja, het is heel erg vervelend. En we hebben toen gelijk eigenlijk wel de draad weer opgepakt. Johan heeft met zijn hoofddirectie gesproken. Ik heb inderdaad bij allerlei bedrijven gezeten met de meest idiote verhalen. En toen ging het weer lopen. Toen zaten we inderdaad, Johan ging vaak op de stoel zitten van Albert Verlinde. Want we zaten in het decor van, van Boulevard. En dat vond Johan niet zo fijn, want die stoel was vaak nog warm. En het is een bijzonder ongemakkelijke stoel daar bij Boulevard. Ja. Dus in het eerste jaar zaten we echt in een decor waar geen publiek bij zat. Tweede jaar mochten we alweer met publiek erbij zitten. En afgelopen jaar hebben we het allemaal in een grotere studio mogen doen. En sinds vorig jaar hebben we ook weer een contract. Dus ik heb 2 jaar zonder contract gewerkt. En nou hoor ik weer bij de familie, zoals het maar heet. Het is ook niet zo dat wij de Toto en de Lotto invullen omdat het interessant is voor de kijkers. Maar dat levert geld op. We zitten in een decor van bierflessen, want die man betaalt dat voor. En we hebben de Gillette-speler van de week, omdat Gillette betaalt. Want anders kunnen we niet bestaan. Ja. Maar dat was met de tv-kantine ook zo. Want de andere helft van het decor van Barend en van Dorp, dat is van de tv-kantine. Dus voelde ik, ja, dat is eerlijk waar... Ik zal je zelfs vertellen, dat is uniek in de tv-historie. Wij hebben zelfs een programma gedaan dat er iedere week 50 euro van een salaris afgehaald werd. Ja. En daarmee betaalden wij het decor af. Ja. Ja. En nu? Nu komt natuurlijk de EK komt eraan. Ik neem aan, jullie hebben nu een goed contract, neem ik aan. Wij mogen niet klagen nu. Het is nu allemaal goed geregeld. Het is nu goed geregeld, inderdaad. Ja. Wanneer is precies dat die enorme populariteit ontstaan? Nou, want Scheveningen. We waren in Scheveningen waar we iedere dag... We hebben het geluk gehad dat het Nederlands elftal geweldig presteerde. En toen ontstond er een sfeertje. En toen heb ik, zonder dat ik het wist, heb ik menselijke trekjes vertoond. Waardoor ik ook niet meer voor mijn leven hoefde te rennen als de supporters in de buurt waren. En toen zijn we met z'n drieën eigenlijk ergens naartoe gegroeid. We noemen hier ook natuurlijk René van der Gijp. Dat is natuurlijk een groot aandeel in jullie programma. Die missen jullie natuurlijk elke keer. Elke vrijdag als ik kijk wordt het natuurlijk wel goed met andere gasten wordt het opgevangen. Hij is onvervangbaar. Hij is onvervangbaar. Maar heeft hij nog gereageerd? Ik heb een lijn gehad. Ik heb eerst naar René sms'd om te feliciteren. Ook op beeld heb ik dat gedaan. En rond 1:00 of 12:00 belde hij, luid lachend. En toen zei hij dat wij aan zo'n tafeltje of zo'n zendertje met zo'n programmaatje zo'n prijsje kunnen winnen. Dat is toch wel heel fijn, ouwe reus. Wanneer komt hij weer, man? Hoe is het met hem? Want iedereen vraagt zich dat. Nou, toen zei hij ook tegen mij die avond, Wilfred, ik ga Ajax Feyenoord zitten kijken. Ik ga momentjes uitzoeken en als ik me goed genoeg voel, ga ik het proberen. Maar we hebben vandaag nog niets van hem gehoord, dus ik hoop dat het nu goed met hem gaat. En we proberen hem zo weer te bellen. Mag ik? Ja, ik heb het een beetje gemist, maar dat komt. Ik zit niet in de voetbal. Maar wat was er met mijn hand? Hij was gewoon echt hard gewerkt. Burn-out. Okay. Ja, of het ook van hard werken komt, weet ik niet. Maar hij was in ieder geval geestelijk helemaal uitgeput. En hij kon het gewoon niet meer opbrengen. En hij is daar heel openhartig over. Want hij heeft bij ons in het blad een interview gegeven dat hij dus angstaanvallen, zweetaanvallen, huilaanvallen. Hij zegt als de postbode een brief door de brievenbus duwde. Dat was voor mij al een reden om een huilen uit te barsten. Die zat de hele dag thuis op de bank te huilen. Die was volledig over zijn toeren. Ja. En ja, zover wou ik het niet laten komen. Maar het is wel vrij treurig. En hij moet ook niet eerder terugkomen voordat hij weer gewoon mee kan doen. Hè? Want anders dan... Ja. Is zo. Maar toch, het programma is sterk genoeg ook met jullie. Ja. Dan blijft er natuurlijk altijd bij dat hij zegt van... Ik heb wel eens met Johan in een auto gezeten... en we hebben 1,5 uur niks tegen elkaar gezegd. Ik zie dan die ruzies van jullie en ik neem aan en ik zie ook... en dat kan ook niet, anders zijn jullie hele goede acteurs, dat ze echt zijn. Maar toch de moed, ondanks dat jullie ook wel een soort ruzie met elkaar hebben... ook een ontzettende liefde voor elkaar zijn. Want jullie zijn een perfect duo. Ik heb hem gezoomd, hè, afgelopen vrijdag. Ja, dat stel ik bijzonder op prijs. Voor het eerst. En ik moet je ook zeggen, ik heb het met zijn vrouw te doen. Want die sigaar, oh, dat was echt verschrikkelijk. Wat is de grote kracht van Johan? De grote kracht van Johan is dus dat hij een unieke persoonlijkheid is... die durft te zeggen wat hij denkt. En er zijn er maar heel weinig van op de Nederlandse televisie. Hij is authentiek, hij is ontzettend vervelend. Hij kan een ongelooflijk irritante man zijn. Maar juist dat maakt hem ook weer zo goed. Ja. En jij weet hem ook op een moment te prikken. Nee, op een moment, jawel, als het even saai is, dan vraag je hoe is het met die speler waar je weet dat hij een gruwelijke ekel heeft. Ja, of dat zei je vorige week ook alweer. Johan, toen zei je toch precies het tegenover. Ja, ja. Weet je wel, is het niet heel aardig dat Johan ook iets aardigs zegt? We gaan even terug. Ja, dat wordt lastig, Wilfred, denk ik. Nee, ik vind Wilfred een pedante, enge man. Want ik hou helemaal niet van mannen die voor een uitzending allerlei dingetjes in hun haar smeren en zo. En dan een half uur gaan zitten glimmen. Maar ik zou hem absoluut niet willen missen. Heeft hij een groot nadeel. Hij komt altijd te laat op net op tijd. Ik heb 180 dagen gedraaid een programma met hem. Heb ik 180 dagen in een hotel gezeten met een vent met een hengel en een camera te wachten. Waar blijft hij nou? Dat is zo irritant. Daar ben ik nooit aan. Ja. Maar ik moet één ding zeggen. Wij hebben echt ruzie, want we zijn slechte acteurs. Als we naar huis gaan,
is er nooit ruzie. En de volgende dag schuiven we weer met frisse tegenzin aan en dan gaan we weer. Want er is geen betere presentator dan Wilfred Gené. Waarom dan? Nou, omdat hij voor dit programma die ideale man is. Hij is snel, hij is ad rem, hij heeft een parate kennis in huis. Hij weet precies hoe hij met de mensen aan tafel om moet gaan. Hij heeft een regisseur op een oortje in zijn oor. Hij heeft een, hij heeft een computer met e-mails, houdt hij bij. Ja. Ga er maar aan staan, alles live. En ik heb nog nooit een autocue gezien. Nou, dat zijn toch mooie woorden, ja. Jullie zijn heel fijn bezig. Twee avonden in de week. Heel veel mensen beleven er heel veel plezier aan. En er wordt gefluisterd dat dat wel eens naar de vijf avonden in de week moet gaan. Kunnen jullie dagelijks gaan? Er is een werkgroep die zich daar over buigt. En hoe ver is die werkgroep? Dat weet ik niet, want dat is de top van RTL. En je weet, bij de commerciële tv gaat alles om sponsoring. Als de sponsors er zijn, die... Dan gaan jullie vijf dagen? Nou, ik wou niet op maandag en vrijdag twee keer op een avond gaan. Want ik kan me voorstellen dat de mensen thuis ook wel eens heel erg moe worden van die snor. Maar ja, dat denk ik ook wel, Er zijn... wat wil jij nog vragen? Of jullie zouden willen vijf avonden in de week? Nou ja, het lastige er een beetje aan is... Er werd zelfs op een gegeven moment over late night gesproken, op bepaalde tijden. Ja. Kijk, ik ben een hele gelukkige vader. Ik wil zoals mijn kind zien, zo nu en dan zeker s'avonds aan de bed toe brengen. Kijk, bij Johan die Ik kan wel een avondje weg. Zou ik dat zeggen? Johan heeft het toch... Johan zegt dat hij schrijvend journalist is, maar die schrijft één lullig stukje in de week. En verder is hij elke avond op tv. Dus die moet dingen af gaan zeggen, denk ik ook, als het voor elkaar gaat moeten komen. Maar... ja, wij hebben geen plannen, maar als het ooit voorbij gaat komen, dan prima. Een paar dingen nog. Waar gaat die ring staan? Nou, we krijgen er drie, hè? Dus er worden er drie van gemaakt. Dat maakt RTL. RTL maakt er nog twee bij, voor Johan en voor René. Dat is goed. Ja, ja. En dat is echt heel tof. Dat is met ons ook toegeweest, met de TV-kantine. Ja. Dus we hebben straks allemaal een ring en die gaat bij Johan waarschijnlijk onder het bed. En bij mij komt hij wel op mijn werkkamer staan, denk ik. Waar gaat die staan, Johan? Nou, die komt echt niet op de schoorsteenmantel. Kijk, ik vind het een prachtige prijs. Ik vind het heel eervol, maar verder heb ik er niet zoveel mee. Want ik heb meteen tegen Marco gezegd, de directeur van ons, die kwam met dat ding aan. En zei, geef hem maar aan Wilfred. Want voor Wilfred, dat is een echte tv-man. Ja. En Wilfred, ik heb Wilfred gisteren voor het eerst zo oprecht blij gezien. Die ging helemaal uit zijn bol. Die hebben we een paar falimpjes moeten geven tot hij weer tot zichzelf kwam. En ik ben daar heel nuchter in. Ik vind het leuk voor het programma, maar voor de rest interesseert het me geen reet. Nee, wie er ook iets minder mee had was Bert van der Veer. Daar kunnen we open en eerlijk over zijn, want anders komt het over een paar weken. Even wat hij heeft gezegd na afloop, ja? Het is geen ramp voor de wereld. Maar het is wel een desastreuze ontwikkeling voor de televisiering. Ik vind eigenlijk dat die, als er geen maatregelen genomen worden om dit op een andere manier te laten kiezen volgend jaar, dat het eigenlijk een nutteloze prijs is geworden. Een prijs die niks waard is. Ja. Het probleem is natuurlijk, Bert van der Veer die had de hele week had hij al verhalen op de tv van dat VI het niet kon winnen. Want dat was een programmaatje waar hij weliswaar met plezier naar keek. Maar daar zat geen format achter, dat was niets bijzonders. En dat zou het faillissement van de Nederlandse tv zijn. Maar als Bert van der Veer zo graag het geweten van Nederland speelt, dan moet hij ook sportief zijn als hij ongelijk heeft. En als Bert van der Veer bedoelt dat hij voortaan... de prijs moet bepalen wie hem krijgt, vind ik het ook best, hoor. Maar hij kwam nu een beetje over als een verliezer die net een liter azijn opgezopen had. Sowieso is het natuurlijk altijd dat de kijker wat het gelijk heeft. En de kijker vindt dat jullie de prijs moeten hebben. En aan de andere kant, ik mag Bert heel erg. Ik vind dat hij groot verstand heeft van televisie. Maar op het moment als Barend van Dorp had gewonnen, wat ook een paar mensen aan de tafel is, of Paul Witteman, waar hij notabene regisseur van is, dan zou hij er waarschijnlijk geen moeite mee gehad hebben. Dus daar is het de wereld rijdt door. Nou ja, daarom. Ja. Dus de kracht van het programma, dat zijn jullie en daar willen we jullie ontzettend veel mee feliciteren. En we hopen nog heel veel ruzie aan tafel. En je zit me raar aan te kijken. Nee, ik luister naar jullie. Mag ik nog één ding vragen? Jij bent aan het afsluiten. Maar nee, nog niet. Nee. Oh, nee, ik heb hier nog een microfoon. Oh, ook? En ik wil nog weten... jij komt met een boek binnenkort. Wilde ik nou niet over... Jawel, dat vindt hij ook vervelend weer, dat boek. Hij komt met een boek, weet je dat? Ja, het leuke is... Ik kom met een boek en ik heb hem morgen al bij me, mijn boek. Heb jij maar dat weet hij nog niet. Heb jij ook een boek? Ja, natuurlijk. Als jij een boek hebt, heb ik ook een boek. Ja, jij hebt heel veel boeken. Maar dit is voor... Wilfred, dit is toch niet jouw zoveelste boek?
Dit is mijn derde boek, is dit. Oké. Okay. Ja, ik heb ze toch allemaal gelezen. Ja, die andere twee liggen bij de slechte. Voetbal. Ja. Nee, maar het leukste van alles is nog, kijk, dit boek gaat over mijn dochter. En het gaat over het feit dat de macho voetbalwereld ook hele gevoelige kanten heeft in de mannen. Johan laat het hier niet merken, maar Johan is een van de meest gevoelige mannen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ja. Hij stond te huilen afgelopen vrijdag, maar dat wil hij hier niet laten merken. Maar hij heeft echt staan huilen, verschrikkelijk. Maar de voetbalwereld kent ook hele gevoelige mannen. En daar probeer ik in dit boek allemaal verhalen over te schrijven. Dat zijn mijn columns uit Margriet, die ik helemaal herschreven heb, met allemaal vadertips erin. Oh. En Johan heeft op de achterkant een stukje geschreven dat sinds ik vader ben geworden, dat ik net een echt mens ben geworden. Nee, dus, ja. Maar ik heb hem echt zien veranderen, hoor. Want Wilfred was een beetje een egocentrische jongen. Die was alleen maar helemaal met oogkleppen met zijn carrière bezig. Ja. Hè? En toen heeft hij zijn dochter gekregen. En toen is het een ander mens geworden. Want toen heeft hij zich gerealiseerd dat er toch nog belangrijke dingen in het leven zijn dan een flutprogrammetje presenteren. Dames en heren, nou, daarover gesproken. We gaan even naar de reclame. Straks komen we terug. We willen jullie danken overigens. Maar jij blijft nog even. Want waarom? Gisteravond heb jij tot het vervelendst toe gekaraokt. Vrijdagavond, ja. Vrijdagavond. Ja. Nou ja, het leek of je wel 3 dagen aan het karaoke was. Nee, het bleef zo doorhangen. Ja. Wil jij straks nog een klein stukje doen, is de vraag? Ja, leuk! En dat is wij willen dat graag. Ja. Een nummer van Wolter Kroes, dachten wij. Nummer van Wolter Kroes krijgen we straks. Wolter beoordeelt dat onmiddellijk. Het gaat om een klein stukje. En, maar samen met Wolter of alleen? Nee, alleen. Hangt er nog vanaf. Moeten dan even blijf ik ook nog even. Die gênante voorstelling wil ik niet missen. Wil jij niet missen? Nou, tot zo, dames en heren. Tot zo.